Ons dorp van vandaag was een dorp van boeren en van steenovervolk. We gaan naar Kekerdom in 1950. En we zien een dorp dat in grote lijnen nog steeds bestaat. Al heeft ook hier de dijkverzwaring flink huisgehouden. Het was een heel rustig dorp. Met nog een bloeiend verenigingsleven. In tegenstelling tot vandaag de dag. Een goede, hele goede school toen. En ja, het was, we waren jong. Er was een hoop te beleven in het dorp voor ons dan. Je had de ruimte om je heen. Ik had zelf een pony. En dan kon je overal mee rijden in wat nou een natuurgebied is. Dat was toen de polder. In die tijd was de polder nog van ons. Nu is die van de toeristen. Dat is wel een groot verschil. Dit is de Laurentiuskerk, ja. Uit de 13e eeuw. Enig buitendijkse kerkje in Nederland. Daar zie je de toenmalige pastoor van Elk. Met een pater die hem assisteerde. En dat is mijn verhaal. En dat is het paard wat wij cadeau gekregen hebben van het stamboek. Mijn vader was als enigste boer bij ons uit de streek lid van het stamboek. Had zelfs 6 paarden in het stamboek zitten. Maar die waren allemaal gevorderd door de Duitsers op 1. En toen kreeg hij via het stamboek dat paard cadeau. Was dat hertogin? Hertogin. Hertogin. Ja, hertogin. En daar heb ik later nog mee gereden en goed mee gesprongen. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee Dit is bij Fontijn, nog met de hand benzine of petroleum in de auto's. Dat was toen nog. De dijk. I introduced her to my loved one. And while they were dancing. Haukes van het transportbedrijf. Haukes, de grondlegger van het transport, latere transportbedrijf Haukes. Dit is aan de rand van het dorp. Ja. Kleine broek, ja. Kleine broek, ja. Buitengebied hier van Kekerdom, hè, een stukje. De molen. De duffel, ja, die draait nog steeds. Dit is Harry Dame, met het personeelslid. Rutjes. Ja, voor de schullen. En dit is Sonsbeek. Trek je grond daar waar die molen staat. Waar ik mijn allerliefste vond.
waarvoor mij het hart slaat. Ik sprak haar voor de eerste keer aan de oever van de Vliet. En sinds die tijd kom ik daar meer, die plek vergeet niet. Ja. Daar bij die molen, die mooie molen, daar woont het meisje waar ik zo. Ja, toen hadden we nog een volle klasse in het dorp. Er zaten zeker 15 kinderen per klas. Die mooie molen, daar wil ik wonen, als zij eens wordt mijn vrouw. Dit is Noel Arms is dit. Moet even nadenken. Ja, die komt met paard van het werk af. Ter eer van het jonge paar, het hele dorp. Dat juicht en tiert zijn leven mee. Daar wordt paard van Klomp, geloof ik, gemonsterd. Ja. Dan moest je netjes opstellen, kon de keurige meester letten dan op of hij de juiste kenmerken had. Van die plek vandaan, waar ik mijn vrouwtje vond. Toon de Boy, de postbode. De postbode, ja, het patronaatsgebouw wordt weggezet. Ja. Schil is er, hè? Ja. Die mooie molen, daar wil ik wonen als zij. In de jaren 50 had je nog weinig tractoren in het dorp. Dat is het huis van Chris Jansen. Dat is een van de eerste huizen die opgeruimd werden in verband met de dijkverzwaring toen. Die gesloopt werden. Daar de steenfabriek. Dat is de steenfabriek. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said. Dit is steenfabriek. Dat voertuig noemden ze de tram. En die vervoerde ongebakken stenen naar de droogovens. Dat was de grootste werkgever van het dorp. Met verre eigenlijk van de hele streek. Steenfabriek keken dan. Ik heb wel eens gehoord dat er voor de oorlog 400 mensen op werkten. Dat is later tot 200 teruggebracht. Ja, dat werd steeds gemoderniseerd. Kijk, dit zijn de droogrekken. Dit is op Moskou. Ja. What will be, will be. Dat was veel handwerk. Die stenen, dat noemde, ja, opsnijden noemden ze dat. Die stenen werden om de zoveel tijd in slag omgedraaid. Dat die moesten drogen door de wind en de zon. Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Okay, daar werden ze er weer uitgehaald en vervoerd naar de ovens om te bakken. Allemaal handwerk. What will be, will be. Ah, dit is op de oven zelf, Harry. Ja, ja, kun je zien. Ja, de pijp heb je van de oven. Zien. Ja, je ziet, toen was het allemaal nog. Het paard wat die lorries vooruit trok. En later hadden ze ook nog ponies ervoor. En toen kwamen van die kleine locomotieven. En die wisten precies wat ze doen moesten. Want je ziet, het paard loopt gewoon los.
Ja, ik ken de precies de weg. En daar gingen ze de oven in om te bakken. Dus allemaal weg nu. Ja, de grote oven staat er nog, maar dat is buiten gebruik. Ja, maar die oven is ook weg. Ja, de oven is weg. En dat is allemaal weg. Ja. En restant staat er nog. Ja. Het is allemaal natuur geworden. Een vluchtplaats voor de dieren als het hoogwater is. Hier zijn de tuffers. Rijden. Dit is Becker, de baas van de steenover. Van de fabriek hier. Dit is de oven van boven. Van boven gezien, die pijpjes die worden in de oven en die zorgen voor het vuur. Een rivier. Ja, de baggermolen. Grond van de Erdwal, weer, dat was gemongen grond. En deze grond wordt in die kippenkarretjes gestart. En die gaat naar de voormalig toe. De luiken, daar ga ik elk jaar met vakantie naartoe. Ik voer daar de kippen en melk er de koe. Ik maai en ik saai er zo'n beetje en zoen in het klompen. Hier komt Vederweien. Greetje, wat ben je toch mooi? Kleine Greetje uit de pol. Dat is het huis van Van Haren. Dat is ook allemaal gesloopt in verband met de dijkverzwaring. En blauw van ogen, geef mij toch je hand. Kleine Greetje uit de polder, zeg me. Ach, Hentje Rutje is de melkboer. Toen had dorp nog een eigen melkboer. Word je dan mijn vrouw? Want Geetje heeft mij. Dat zijn allemaal de huizen die aan de dijk staan, stonden. En daar staan er nog maar één of twee standen van over. De rest is allemaal gesloopt. In de jaren 90 begon dat. De eerste helft. Toen had ze geen tijd, want toen werd er gehooid. Toen moesten de piepers zo nodig gerooid. Ja, en de dijkverzwaring na het hoogwater van 95. Ja, ja. Ja, in de tweede helft van de 90e jaren is die volop begonnen. Het was natuurlijk, maar die huizen waren natuurlijk wel allemaal vochtig. Hè. Er waren geen spouwmuren zoals vandaag, het waren vochtige dingen. En met trappen van binnen allemaal, omdat ze in de dijk stonden. Kelder hadden ze niet. Dus het koren rijp is, word je dan mijn vrouw. Werd boos, kwaad en nijdig en ging naar haar toe. En zou haar eens duidelijk bevelen. Dat hooien, nog het rooien, nog het lot van de. Dus de bakker, geheime. En Jan Vleug ook naar binnen. Ja. En de zusters, geheime. Ja. Nou, daar leeft niemand meer van. Er was mond en klauw zeer bij Geetje. Ja, waarom dat ze moeten lachen, dat weet ik niet, maar... Van de Zenuw. Ja. Hier, daar is onze boomgaard. Ja, van de boomgaard, mevrouw Heijnen. Dat was een perenboomgaard, die werd geveild naar Nijmegen, naar de veiling. Peren. Kleine Greetje uit de polder, zeg me nu eens schoon. Als het koren rijp is, word je dan een vrouw. Oh Marie. Het waren allemaal gemengde bedrijven. Kort samengevat, de landbouw, de akkerbouw stond in dienst van de veeteelt.
Dus melkveebedrijven met akkerbouw erbij. En ze hadden er ook soms kippen en wat varkens. Maar de hoofdzaak was melkvee. Sammy, come here, boy. Where Muddy? Where Muddy? Where Muddy? Juan's on a chip is a birthday. Farmer to me. Farmer to me. Oh no, 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 no. Oh no, 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 the brachata. Oh no, no, the brachata. Brachata. Oh no, no, oh no, no, the brachata. Come on, boy. What's the matter? Oh no, no, the brachata. Juan's on a chip is a birthday. Ha, 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 ha. Dit is, ja. De meisjesvereniging. Ja, meisjesvereniging toen. Ja. Daar wat nog. Een soort padvinderij was dat toen. Ja, voor de meisjesvereniging. Ja, voor de meisjes. Allemaal katholiek. Ja, want er wordt vuur gebeden. Voor rond de jongens hadden ze niks. Dat was niks. Kijk, ze worden ze gecontroleerd, ja. Op schone handen hebben en nagels geknipt. Hopla. Korfbal. En dit is de korfbalclub en die is er nog. Klim op. Ja. Ja, dit is de voetbalclub, ja. KSV. Theo Jansen. Ja, Theo Jansen. Zie je allemaal. Ik pluk een bloempje uit elkaar. Ja, nee, ja, nee, ja. En hier zien we ze in actie. Dat is gewoon op een wei. Ja, een wei bij ons, op de middelste wei. Ja. En gooi die telkens kruis op. Overdag liep dat vee op en... Nou, als ik gevoetbald werd, dan haalde mijn vader het vee eraf. En een paar jongens die maakten de wei schoon. En dan kon ik gevoetbald worden. Zo ging dat. Het gras werd ook niet gemaakt. Nee. Want er was voor het vee. Nee, nee, maar er liep vee op. Ja. Dan ben ik pas in mijn sas. Ja, nee, ja. Ik ben toch zo verliefd. Op wie? Op jou. En vraag mezelf steeds af, word ik je vrouw? De Ruiterclub. Ja, dat is de plaatselijke Ruiterclub. Hippos. Hippos is het Griekse woord voor paard. De boerenzonen waren er. Nee, dat waren toen de landelijke rijverenigingen, plaatselijk. Het waren allemaal Gelderse paarden, zoals dat soort dat ras heette. En die konden gebruikt worden voor het werk en voor de ruitersport. Kitty. Dit ben ik, ja. Dat was ik heel even, Kitty. Ik ben op de rug van Kitty groot geworden. De knopen van mijn jas. Dit is nog het achttal. Je had viertallen en achttallen. En ons dorp had toen nog een achttal. Ja, er zaten ook wel, dan moet ik eerlijk zeggen, ruiters bij van Millingen en Leut. Worden jij en ik een paar? De beste ruiter die ze toen hadden, die was net geïmmigreerd naar Australië. In deze liefdesloterij. Ik speel met hart en ziel, want lieve schat, de hoofdprijs die erin zit, die ben jij.
Dus tel ik de knopen van mijn jas. Ja, nee, ja, nee, ja. Of ik in jouw hart wel pas. Ja, nee, ja, nee, ja. Dan ben ik pas in mijn sas. Ja, nee, ja, nee, ja. De fanfare. Is de muziek. En toneelvereniging. Uitstaan. Uit van de Arbeid. Dit is de dirigent. Jaksma. Jaksma, of zeg. Ja. En dat Piet Loog. Bestuur. Je ziet dat ze nog geen uniform hebben, alleen een uniform pet. Ja, dat was toen toentertijd een bloeiende vereniging, zonder meer. Die verschillende prijzen op concours wonnen toen. Kekerdom 1950, een dorp waar de pastoor nog meneer pastoor was. Een dorp ook met een rijk verenigingsleven. Wat is er anno nu nog over van dat dorp van toen? De steenfabriek is niet meer, het transportbedrijf van Houkens is weg, Van der Laak bouwbedrijf is weg. Maar dat komt ook omdat er relatief weinig huizen zijn gebouwd. Ja. En de jeugd op een gegeven moment ook het dorp wegtrok. Omdat er gewoon geen huizen waren. Ieder leeft toch een beetje op zichzelf. En toen was de saamhorigheid, dat was stukken beter. Ja. Absoluut. Ja, en iedereen ontmoet elkaar zondags in de kerk. Ja. En dat is ook niet meer.